Goedendag, vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij een serie interviews met als thema familiebedrijven. Bijzondere verhalen over ondernemende families die soms al generaties lang in de retail zitten. Vandaag de eerste aflevering. Naast mij zit Thijs van Rooyen. Hij is e-commerce manager bij thijstoys.nl. Thijstoys is een speelgoedwinkel met 2 vestigingen en een webwinkel. Welkom Thijs. Hi. Kan je om te beginnen iets vertellen over de historie van jullie bedrijf? Ja, dat kan. Mijn opa en oma zijn ooit begonnen in 1946 met een bakkerij. Na 20 jaar overleed helaas mijn opa. En toen is mijn oma alleen doorgegaan. Niet met de bakkerij, maar die is een kruidenierswinkel begonnen. Mm-hmm. Verkochten ze kantoortikelen, speelgoed en boeken. Al gauw toonde mijn vader interesse in de zaak en die is samen met mijn oma verder gegaan. Een aantal jaren later ontmoette mijn vader mijn moeder en die hebben toen samen de zaak overgenomen van mijn oma. En mijn oma is toen gestopt met werken. 10 jaar geleden ben ik zelf bij mijn ouders gaan werken. Mm-hmm. En in 2004 ben ik mede-eigenaar geworden. Okay. En in 2007 hebben we de webwinkel Thijstoys geopend en hebben we ons voornamelijk of hoofdzakelijk op het speelgoed gericht. Okay. Ja. Dus de fysieke winkel heeft ook een andere naam, begrijp ik? Ja, dat is de boekhandel van Rooyen, de plaatselijke winkel van Harmelen. Oké, en Thijstoys, dat is echt jouw project? Ja, een beetje wel. We hebben natuurlijk wel gezamenlijk opgestart, mm-hmm, met alle middelen. En op dit moment loopt het eigenlijk hartstikke goed. Ja, hoe zijn jullie erbij gekomen om een webwinkel te beginnen? Dat is vrij logisch in dit... Op een gegeven moment kregen we door dat de concurrenten om ons heen wel met internet zijn begonnen. Mm-hmm. Vooral de bekendere jongens die zijn online gegaan. Wij merkten dit ook en we hebben daar op ingespeeld. Ja. En we zijn toen ook gestart met een webwinkel. Ja, in een vrij concurrerende markt, bol.com, in de speelgoed. Klopt. Hoe staan jullie daarin? Ja, we laten het over ons heen komen. We spelen daar wel op in. Mm-hmm. Wij zijn een echte prijsvechter. Wij zijn een stuk goedkoper. Dus als mensen vergelijken, dan komen ze bij ons uit. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat mensen daar echt gevoelig voor zijn. Vooral in deze economische tijd. Ja. En de marges zijn nog dusdanig dat het... Die zijn prima. Kijk, het is hard werken voor weinig, zeggen ze. Mm-hmm. Maar we kunnen goed meekomen. Ja. En was het voor jou altijd al duidelijk dat je bij je ouders in de zaak zou gaan... Ja, voor mij was het altijd duidelijk. Vanaf kinds af aan wilde ik al heel graag de winkel overnemen van mijn ouders. Dus elk uurtje na schooltijd was ik te vinden in de winkel. En op een gegeven moment hebben we de stap gezet. We zijn er met z'n allen voor gegaan. En in 2004 dus mede-eigenaar geworden. Ja. Ja, en tot nu toe draaien we nog steeds. Ja. Ja. En zitten er nog meer familieleden in? Je ouders zitten erin? Ja, alleen mijn ouders. Mijn ouders en ikzelf. Mm-hmm. En verder heb ik dan nog een zus. Ja. Maar die is niet in het bedrijf gestart. Die heeft een andere weg gekozen. Ja. En voor de rest werken we nu met 15 mensen. Mm-hmm. Op dit moment. En hoe ziet de toekomst eruit voor Thijstoys? De toekomst, we zijn op dit moment zelfs al met onze toekomstplannen begonnen. Ja. We hebben een nieuw pand gekocht in Woerden. We gaan daar medio januari gaan we daar open. Ja. En we willen altijd een grote zaak hebben met klein en groot speelgoed gemengd. Want we hebben nu 2 locaties en dat kan wel eens verwarrend werken voor de klant. We zijn dus bezig met een grote showroom afvalpunt te organiseren en te maken. Zodat de klant eerst kan kijken voordat ze het meenemen. Of, dus daar komen die 2 vestigingen komen daar samen? Ja, klopt. Klopt. Ja. Dus ja, dat is een beetje ons toekomstplan. We zijn wel van plan om nog meerdere vestigingen in Nederland te openen. Okay. Dus in het noorden en het zuiden in ieder geval. En misschien richting het oosten. Mm-hmm. Om voor de klant de reistijd te verkorten. Dus kunnen online aanvinken bij welke locatie het willen afhalen. Ja. Ik denk zo nog meer mensen te kunnen bereiken. En blijft dan Boekhandel van Rooyen, blijft dat bestaan? Dat blijft gewoon bestaan. Ja, absoluut. Dat is gewoon de traditionele winkel die al jaren bestaat. Ja. En dat houden we zo. En daar wordt ook nog een beetje speelgoed verkocht of niet? Daar verkopen we nog steeds goed speelgoed. Ja. Want mensen die zien online het aanbod... En die klikken dan aan eventueel afhalende winkel. Oh, en dan kunnen ze nog, in die vestiging kunnen ze nog het speelgoed afhalen. Ja. En wat voor uitdagingen zie jij in de multichannel retail? Want, je gaat er flink voor, groot pand. Ja. Offline en online. De grootste uitdaging vind ik vooral het op peil houden van de voorraad. Je ziet dat heel belangrijk is, want als je het niet op voorraad hebt, dan gaan mensen verder winkelen. Wij zijn op dit moment hebben een heel goed voorraadsysteem waarin alles wordt bijgehouden. Maar soms lopen we tegen het probleem aan dat mensen in de winkel fysiek aan het winkelen zijn en hebben het artikel in de handen.
Ondertussen, op hetzelfde moment, is een klant online aan het winkelen. Die heeft hetzelfde artikel gekozen. Ja. En dan verkoop je nog wel eens eenzelfde artikel dubbel. Ja. En natuurlijk heb je een marge. Maar als het met meerdere artikelen tegelijk is, dus al echt een run-up is, dan zie je gewoon dat je wel eens nee moet verkopen. En dat je de klant achteraf moet teleurstellen. Ja. Ja, dat is wel heel vervelend, maar daar werken we aan. En, ja. En waarschijnlijk, als je straks die grote vestiging hebt, dan zul je ook wel meer cross-channel gaan verkopen, wat meer fysiek. Ja. Dan is eigenlijk die boekhandel, ja, dat is... je ziet dat gewoon... Het los ervan eigenlijk dan, winkel. Ja. Het is algemeen bekend, de winkels, het wordt helaas steeds minder. Ja. En je ziet dat online markt zo'n winkel versterkt. En in dit geval trekken we het los van elkaar. Dus de dorpswinkel blijft de dorpswinkel en het online gebeuren, dat maken we groots. Ja. Met een grote afhaallocatie. Dus en je ouders hebben daar ook een rol in of zitten die gewoon in de winkel? Nee, mijn ouders die spelen ook een grote rol in alle zaken die we doen. Okay. Ja. We hebben ook ondertussen meerdere webwinkels, meerdere domeinnamen. Maar Thijstores, daar hebben we het nu over en daar richten we ons vooral op. En je ziet dat mijn ouders... In alle functies, ze doen er alles voor. Ja. Dus inkoop, verkoop, boekhouding. En meerdere URL's? Trampolinewinkel.nl. Oké. En dat is gewoon hetzelfde aanbod als Thijs, zoals mij dan? Klopt. Een niche. Dat is dan een koppelverkoop. Ja. Dus, een andere webwinkel waar we dus de speciale trampolinelijn van onszelf extra uitlichten. Ja. We hebben een eigen trampolinelijn ontwikkeld. Okay. Een roze trampoline, een grijze trampoline, dus de prinsessenlijn, de ridderlijn. En ondertussen hebben we ook meerdere dealers in Nederland die de trampolines verkopen. Ja. Dus een klein stukje groothandelsfunctie. Ja. Oh, leuk. Ja. En dat is de enige, of heb je nog meer van dat soort... Nou, we hebben waterplay.nl, dat zijn de waterbanen die verkocht worden van het merk BIC. Die zetten we ook weg in Nederland. Ja. En grotespellen.nl, dus voornamelijk de spellen voor buiten. En Madbug, dat is een kakkerlak die trilt. Die loopt alle kanten op. Ja. Ja, die hebben we ook geïmporteerd vanuit Verre Oosten. Ja. Dus. En wil je iets kwijt over de omzet? Of is dat precair? Nou, op dit moment draaien we gewoon goed. Ja. Laat ik het daarop houden. We draaien net niet goed genoeg om in de Twinkle 100 te komen. Maar ik denk volgend jaar dat we heel eind in de buurt komen. Nou, oké. Ja. Dan weten we ongeveer genoeg. Ja, precies. Oké, Thijs. Nou, leuk verhaal. Ja. Een mooi familieverhaal. Ik hoop dat het nog even goed doorgaat. De plannen zijn groot. Dus. We hebben er zin in. We gaan ervoor. Oké, succes. Dankjewel. Dat was Thijs van thijsdeutsch.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.